Familiebedrijf Baatsen is al sinds 1960 een belangrijke speler in de transport en recycling. Met vestigingen in Veldhoven, Son en Echt is het bedrijf werkzaam in 3 takken van sport. Internationaal transport en kraanverhuur, bouw en grondstoffen en de inzameling en recycling van rest- en afvalstromen. Als internationaal transportbedrijf werkt Baatsen tot ver over de landsgrenzen. Door de grote diversiteit aan laadvermogens van de transportvoertuigen kan aan elke vraag worden voldaan. Ook voor uw verticale transporten en hijswerkzaamheden bent u bij Baatsen aan het juiste adres. Men heeft een jarenlange ervaring in zware hijsklussen en beschikt over vooral zware kranen tot wel 200 ton en een werkhoogte van 100 meter. Het bouw- en grondstoffenbedrijf van Baatsen voorziet in de leverantie van primaire en secundaire bouwstoffen, zoals alle soorten zand, grind en granulaten, welke onder meer gewonnen worden uit de recycling van bouw- en sloopafval. Deze bouwstoffen zijn onder meer geschikt voor de wegenbouw en als grindvervanger in beton en drainerende constructies. In het bedrijf Inzameling en Recycling is de inzameling, transport en verwerking van zowel bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en huishoudelijk afval verenigd. Baatsen beschikt hiervoor over een divers wagenpark met huisvuilauto's, diverse soorten containerauto's en kieperauto's, waarmee containers in alle soorten en maten van 140 liter tot 50 kuub ingezameld worden. Op de 3 recyclinglocaties worden de ingezamelde afvalstoffen opgeslagen, gescheiden, gebroken en verwerkt tot herbruikbare grondstoffen voor de spaanplaatindustrie, wegenbouw en betonindustrie. De uitdaging van Baatsen Recycling zit in het nieuwe leven creëren voor oude materialen. Veel materialen zijn geschikt voor hergebruik. Daarom is het bedrijf zeer actief op het gebied van nieuwe, innovatieve, duurzame werkwijzen en technologieën. Denk hierbij aan de unieke innovatieve sorteerrobot die volautomatisch diverse fracties uit de reststromen haalt. Bijzonder is ook LiquiSort, een nieuwe technologie waarmee verschillende soorten non-ferromaterialen van elkaar worden gescheiden. Gemeenten kennen Baatsen als een partner die grensverleggend is op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Samen streeft men naar afvalvrije, milieuvriendelijke gemeenten. Niet alleen worden hiervoor veel reststromen gerecycled, maar ook worden voor inzameling van huishoudelijk afval voornamelijk voertuigen ingezet die rijden op groen gas. Voor de ondersteuning van al deze verschillende bedrijfsprocessen heeft Baatsen gekozen voor de hybride ERP-oplossing van Waste Insight. In 2012 hebben we opnieuw gekeken naar de applicaties welke we bij Baatsen in gebruik hadden. We hadden tot dan toe wel 12, 13, 14 pakketten. En we hebben eigenlijk gekeken naar wie wil er met Baatsen als partner verder. En we hebben bewust gekozen voor 2 branchespecifieke pakketten. Pieter Bas, waarmee we recycling en containers ondersteunen. Thalers, waarmee we kraanverhuur en transport ondersteunen. En we hebben gekozen voor de boordcomputers van Groeneveld. En daarboven hebben we eigenlijk een pakket gekozen, een soort ERP-pakket, en dat was AFAS. Bewuste keuzes voor bewuste bedrijven die graag met ons verder willen. En eigenlijk voor partners waarmee we iets hebben en waarmee we de toekomst in kunnen. Zoals je ziet zitten wij bij Baatsen Containers en Recycling al sinds jaren lang op applicatie Pieter Bas. Sinds kort ook de koppeling met AFAS. Het mooie van dit is alles dat wij de debiteuren aanmaken in het afvalsysteem. Vervolgens worden deze automatisch geconfigureerd naar Pieter Bas. En de opdrachten worden gemaakt vanuit Pieter Bas. Versturen wij facturen naar de klant. Deze gaan automatisch weer terug naar AFAS, zodat onze debiteurenbewaking ook gewoon kan zorgen dat alles op tijd betaald wordt. Baatsen, een professionele en innovatieve speler in de Nederlandse afvalindustrie met een groen hart.